Ja, heel gaaf om zelf te zien hoe zo'n redding er nou aan toe gaat. En dat je dus mee kan kijken met de mannen aan boord. Ja, heel tof. Ik ben vrij gauw zeeziek en ik had nu wel zoiets van... Het kan niet missen. Bij binnenkomst in het Reddingmuseum staat vanaf komende week een enorme oranje stuurhut. In deze kajuit kunnen de bezoekers van het museum deelnemen aan een reddingsoperatie van de KNRM door middel van een virtual reality bril. Vrijwilligers en medewerkers van het museum konden op 12 oktober al een testvaart maken. Ik heb het zelf nog nooit meegemaakt op een boot, maar ik denk dat het vrij realistisch is. Ik denk dat het een reëel beeld geeft van wat je dus op zee ervaart. Je hebt al een beetje een beeld bij wat ze doen, maar nu kan je het ook echt zelf beleven. Dus ja, weet je, inderdaad, hoe ze dan zo iemand echt daadwerkelijk uit het water halen. En hoe dat dan gaat met het opstarten. Dat vind ik wel leuk om dat dan eens zelf te zien. Nou, het is eigenlijk jaren geleden begonnen. Toen waren ze de NH-1816 aan het bouwen. En toen hadden ze een soort mock-up gemaakt. Dus eigenlijk van hout hoe dat dan een beetje ingericht moest worden. En die is toen bij het museum terechtgekomen toen ze daar klaar mee waren. En dat was zo'n succes bij kinderen, volwassenen. Gewoon puur om het er ook alleen maar in te zitten, vonden ze al heel bijzonder. En zo is het idee eigenlijk ontstaan om daar iets mee te gaan doen. De ervaring is zo echt mogelijk gemaakt, vertelt Sylvia van der Most van het Reddingmuseum. Het is natuurlijk heel lastig om publiek te vertellen hoe het is om op zee te zitten en uit te varen en te redden. Dat hebben we eigenlijk jaren geprobeerd, gewoon met objecten en tekst en wel met films. Maar ja, nu heb je de techniek en de mogelijkheid om het echt een beetje te laten ervaren. Ja, dan is dit natuurlijk wel echt een kans om aan te grijpen om het publiek te laten zien van kijk jongens, dit is het nou. Het is eigenlijk de bedoeling dat je eigenlijk in de huid van een redder stapt eigenlijk en gaat meemaken hoe dat nou precies in zijn werk gaat eigenlijk vanaf het moment dat de oproep binnenkomt. Hoe dat in zijn werk gaat, hoe ze op de boot komen en welke stappen dan eigenlijk doorlopen moeten worden. Je bent een van de redders, maar je collega's die je dus ziet in de VR-experience zijn ook echt redders. Dus die doen gewoon hun ding, wat ze altijd doen. En dat is dus eigenlijk niet geacteerd, want zij doen gewoon hun rol en zij weten wat ze moeten doen. Als je als bezoeker hier binnenkomt, dan krijg je een pieper mee. En het is eigenlijk de bedoeling dat je door het museum gewoon je museumbezoek voortzet. En op een gegeven moment gaat die pieper af. En dan stap je in de rol van de redder. En dan is het eigenlijk sprinten naar de boot toe. En zorgen dat je klaar staat en mee kan doen aan de VR-experience. De medewerkers zetten deze week nog de puntjes op de i. En vanaf 15 oktober is het Reddingmuseum, inclusief VR-beleving, geopend voor publiek. Dichterbij kom je niet. Het enige is inderdaad dat je bij de reddingbootdag misschien een keertje mee gaat varen. Maar ook dan is het nooit een redding. En dit is echt het dichtstbij dat je kan komen, dat je echt mee kan met een redding.